Ruim 15 maanden geleden sloten de deuren van alle discotheken in Nederland vanwege de uitbraak van de corona uiteraard. Het weekend mogen ze onder bepaalde voorwaarden voor het eerst weer open. En in Enschede wordt er weer ouderwets gefeest bij Aspen Valley. Aan de telefoon hebben we de eigenaar van Aspen Valley, dat is Galit Oubaha. Galit, goedemiddag. Goedemiddag, goedemiddag. Ja, hoe voelt dat, dat vooruitzicht om morgen eindelijk weer op die dansvloer te kunnen staan? Nou, ik heb een verrassing. We gaan vanavond al open. Oh. Dus om 12 uur is iedereen welkom in Aspen Valley. En wel met testen voor toegang. Dus we willen wel dat iedereen getest is. Zodat we gewoon ook geen anderhalve meter in de zaal hebben. Dus we zijn vanavond dus al open. Ja, ik proef je enthousiasme enigszins. Maar hoe uit je dat? Hoe heb je een biertje geopend of een weet ik veel ander drankje toen je hoorde van we mogen eindelijk weer? Nee, maar ik vond wel even dat grappenhuis even eind van de ochtend, begin van de middag even communiceren dat we open mochten gaan. Ik denk van ja, je kunt er niet verwachten dat de horecaondernemers gewoon acuut vandaag nog de boel kunnen organiseren. Mm. Maar ja, blijkbaar is dat de manier van werken. En wij schakelen gewoon mee. Laten we maar niet klagen. Maar wij gaan vanavond gewoon in Enschede gaan we open. Hey, stel dat ik nou de moeite neem om te gaan testen voor toegang. Wat tref ik vanavond aan? Hoe gaan jullie de heropening vieren? Ja, we kijken hoe Aspen Valley altijd haar feestje viert. En de DJ's, de lightjockeys, enthousiast personeel. En geen anderhalve meter. Dus het lijkt me wel een kippenvel moment. En doet de ronddraaiende bar het nog na anderhalf jaar? Ja. Hij is gepoetst, die is gecontroleerd, geolied, hij draait. Hij draait niet te snel? Nee. We hebben hem ook afgesteld. Maar inderdaad, hij is geolied, gecontroleerd en hij draait. Helemaal top. Ja, we hebben ook die periode gebruikt om die zaken helemaal op te knappen. Dat hebben we ook gedaan. Dus ben benieuwd wat onze gasten ervan vinden. Haal je nog een verrassing uit de hoge hoed? Nee, we gaan draaien. Kijk, ik heb ook horecabedrijven in Nijmegen en Arnhem. Maar ons probleem is natuurlijk wel ons personeel. Wij kwamen natuurlijk al 20% tekort voor corona. En tijdens corona zijn er natuurlijk een heleboel mensen zijn naar andere branches gegaan. Ja, we zitten natuurlijk als sect natuurlijk wel met een beetje handen in het haar om al het personeel rond te kunnen krijgen. En dat is wel een enorme uitdaging. Maar je hebt wel voldoende mensen staan voor vannacht. Ja, Enschede, er staat gewoon een fantastisch topteam. Die hebben het daar helemaal rond. Maar je kunt je voorstellen dat ik gewoon 150 man gewoon nodig heb. Extra buiten de zaken die terras draaien, al open waren. 150 man binnen een week organiseren om die zaken open te gooien in alle drie de steden. Ja, dat is wel een hels karwei. Ja. Een enorme uitdaging. We hadden het net al heel even over het testen voor toegang. Maar dat is natuurlijk de voorwaarde op dit moment. Dat klinkt aan de ene kant heel mooi. Maar ik ken ook heel veel mensen die daar wat minder enthousiast over zijn. Die toch wat minder plezierig dat vinden. Heb je enig idee hoeveel mensen je ongeveer gaat verwachten vannacht? Ja, daar ben ik ook wel eens met die mensen. Dus laten we hopen dat het testen voor toegang gewoon snel afgelopen is. Op het moment dat snel opgelost wordt. Daar ben ik ook helemaal voor. We moeten oppassen dat dit niet blijft of dat het niet weggaat. Dus daar moeten we wel voor waken. Maar als dat de mogelijkheid is om nu te draaien en dan ons nu de openingen te gunnen en te kunnen draaien. Ja, dan zijn we daar, dan pakken we dat natuurlijk bij beide handen ook op. En het geeft je wel de mogelijkheid om echt gewoon het feest te kunnen vieren. Want in mijn ogen is het gewoon niet te reguleren en te handhaven. Op het moment dat je anderhalve meter moet gaan handhaven in je zaak. Ja, dan komt er alleen maar ellende van. Ja. Dus voor ons is maar één mogelijkheid. We willen binnen niet politieagentje spelen. Dus testen. Leuk voor iedereen. En dan kunnen we het sfeertje brengen wat we in Aspen Valley ook altijd doen. Dan kunnen we de energie ook leveren. En dat is de enige manier om het goed te kunnen reguleren. Ja, maar heb je Galit een idee hoeveel mensen dan concreet vanavond? We hebben kaart verkopen. En morgen zijn we uitverkocht. Nou, vandaag toch wel? Morgen zijn we uitverkocht. Dat was in de Mumford-tijd waren de kaarten verkocht voor Aspen Valley. Dus ook met testen erbij, testen voor toegang. Mm-hmm. En nu met Grappenhaus dat hij aangaf dat we vanavond al open konden. Ja, zijn de kaarten nu de lucht in en we verwachten ook voor vanavond gewoon uitverkocht te zijn. Toch nog wel, ja. Goed. Hopen dat maar zo blijft, hè? Dat het niet een soort van eerste oprilling is van iedereen. Nee, maar natuurlijk, hè, je wilt er nu gewoon bij zijn, hè? Dit zijn
Ja, dit zijn de honeymoon weken, noem ik het maar even. Dus iedereen heeft 15 maanden een beetje vastgezeten thuis. En is blij dat hij weer eruit kan. Dus iedereen wil erbij zijn. En natuurlijk gaan we het na een aantal weken weer normaliseren. Maar ja. Nu is het wel echt wel. Nu heb je nog echt wel een kippenvel. En dat een speciaal moment is. Hè? In hoeverre, Galit, die honeymoon weken, dan hangt er ook altijd een beetje opwinding in de lucht. En die opwinding wil zich bij sommige mensen nog wel eens op een verkeerde manier kanaliseren. En ontstaan er zogenaamde ongeregeldheden. In hoeverre zijn jullie daar extra op voorbereid? Dat het toch zo'n explosie van energie is, waardoor er een en ander mis kan gaan vanavond? Nou, ik ga uit. Kijk, wij zijn altijd goed georganiseerd. Ik ga daar niet vanuit. We hebben een hele leuke doelgroep. En iedereen weet wat de huisregels zijn. Ik denk dat iedereen gewoon heel vrolijk komt. En met een hele positieve energie. En diegenen die niet willen deugen, die zullen we nadrukkelijk aanspreken. En dat, als je ons nog niet wilt luisteren, dan wordt de toegang gewoon toegang geweigerd. Daar hebben jullie wat lijvige heren voor rondlopen. Nou, gasheren noemen we dat. Ja. En dus dat komt allemaal wel goed. Ja. Waar zie je zelf het meest naar uit, Galit? Ja, gewoon weer de energie. Dat iedereen weer lekker zijn vak kan uitoefenen. Dat we met z'n allen uit deze ellende komen. En dat we weer kunnen doen wat we graag ook willen. En dat we deze ellende zo snel mogelijk weer achter ons laten. Galit Oubar van discotheek Aspen Valley in Enschede hoorde je. Veel plezier vanavond. Dankjewel. Jullie zijn welkom. Ik zoek nog een paar jongens die kunnen biertappen. Zij, Nou ja, maar dat is ook beter om weer testen voor toegang, hè? Nou, dat regel ik voor je. Tappen voor toegang is het dan, ja. 10 uur, mannen. 10 uur vragen. Yes. We sturen iemand.